Vind je dat mama moet gaan vloggen? Ja, zij het. Ja, kijk dat snoetje. Kijk nou. Het is vandaag precies een jaar geleden dat ik mijn eerste vlog erop heb gezet. Er is natuurlijk heel erg veel gebeurd in 1 jaar. Leuke dingen, minder leuke dingen. Maar het is heel erg leuk dat ik alles vastgelegd heb. Nu dacht ik, het is leuk om te laten zien wat mijn favoriete momenten waren van dit jaar. Dus kijk gezellig mee. Vind je dat mama moet gaan vloggen? Ja, mama Jip. En hoe heet jouw papa? Hup. En hoe heet jij? Ik weet niet. En hoe heet jouw broertje? Wolf. En jij hebt je ook een hondje? Ja. Hoe heet je hondje? Ik heb deze kaartje om de weg dat kan. En daar kon het helemaal niet zijn. Voor de bus. Heb je een kaartje voor de bus? Dus. Laat je... Ja, wat? Oh. 1, 2. Ook die. Je moet daarop richten. Goed zo. Jee. Nog één. En daar. Heel hard. Wat zit jij te doen? Vind je dat lekker? Ja, dat is lekker. Dat is toch ba. En mama opmaken? Ja. Oké. Beginnen we met lipstift? Nog een harde duw hoor. Hand op je schoot. Dat zijn de regels. Hand op je schoot. Niet alsof je een pleitje trapt. Zie je hem komen? Vraag beantwoorden, hè? Ik ga eerst. Hoe oud ben jij? 2. 2 bij 2? Ja. Oké, je moet even ruiken. Ruik eens. Ruik eens. Kom, kom eens bij me hier. Oké, wat de planning is, Luke heeft gezegd dat ik hem niet kan pranken. Ik denk dat ik hem wel kan pranken. Dus ik zeg nu ongeveer al 2 weken dat ik misselijk ben. Waardoor het geloofwaardiger is als ik dan op een gegeven moment ga zeggen dat ik misschien zwanger ben. De test al gekocht. Maar het is te verdacht als ik met deze test thuis kom morgen, terwijl ik met Elise ben geweest. En dat ik met haar een test heb gedaan die dan nu positief is. Daar gaat hij niet intrappen. Dus wat ik heb bedacht is dat ik hem morgen ga vragen na het sporten of hij de test wil halen. We halen altijd namelijk standaard deze test. Dus ik weet bijna zeker dat hij deze ook gaat kopen. Waardoor hij natuurlijk niet gaat denken dat ik daarmee gespeeld heb. Want dan heeft hij hem gekocht. Is positief. Dus ik ga doen alsof dit mijn test is. Hè? Ja, moet even wachten. Heb je wel geplast? Ja. Ik denk dat we een probleem hebben. Hoezo? Wat? Wat betekent dat? Pak een doosje, wat betekent dat? Hoe kan dat? Hm? Nu? Nu? Blauw idee. Je nam mijn vak niet helemaal uit te nemen, kut wijf. Wat heb je gedaan? Je nam hem zo hard in de maan uit te nemen. Wow! Wat ben jij? Ga je filmen nu? Jij bent echt niet goed. Hou op hoor. Jezus. You been pranked! Ja, echt eigenlijk een kutgrap. Heel grappig. Ik snap het niet, want dan komt ze je tellen. Uitgegeten. De mama best. De broekje in de water dient. Ja. Zeg maar. De papa heeft er wakker gemaakt. Ik heb wat scheetjes laten. Dat vindt de mama niet erg. You and me. Forever. Heb jij iets in je rug? Nee. Chips. Ik koop chipjes. La la la, lekker opwikkelen. Yes, for this. I didn't know they were... Dit is insane. Nee, ik vind dat misschien uitleggen. Ga je een keer in de ballenbaan? Ga maar, nee, ga maar Monica gooien. Gooi maar. Gooi maar. Stand van zaken is dat we naar huis is vermaakt, maar vermoeid. En we zijn Wolf kwijt. Oh, ja, geen idee waar Wolf is. Oh. Ik wil niet dat het lijkt alsof alles in mijn leven rooskleur en maneschijn is als dat niet zo is. Ik bedoel, alle reacties die ik heb gekregen waren ook gewoon van mijn familie. Alleen mijn moeder had eigenlijk goed gereageerd en Luke's ouders hadden goed gereageerd. Maar als ik zie hoe fantastisch iedereen nu is met de kinderen, vooral met Liv in het begin, vind ik dat eigenlijk het enige wat telt. Maar dat komt ook, en daarvoor wil ik het wel laten zien, dat ik heb het echt heel erg moeilijk gehad. En om iedereen in mijn leven te hebben die zo is bijgedraaid en top heeft gezegd, oké, we hadden het fout, je doet het fantastisch. Dat betekent gewoon heel erg veel voor mij. En ik denk dat dat me ook het kracht geeft om zo goed mogelijk een moeder te zijn in mijn leeftijd. Cheese! Cheese op een reddingsfoto. Nee, het vandaag hè? Cheese op Liv. Au! 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 Langzaam ze leven. Nee, dat is niet handig. Je moet het cadeau maken. Oké, ja. Wat heb je? Nice. Okay. Waarom ik dit heb gekocht. Oké. Lucas. Lucas, nee. Heb jij hem voor mij gekocht? Lucas, nou nu moet ik bijna huilen. How time flies, how time flies. I used to dream of angels, now I hold one in my arms. A wolf falling for your charms, a wolf falling for your charms. I used to dream of angels, now I hold one in my arms. A wolf falling for your charms, wolf falling for your. Jongens, ik zit in de auto met mijn zuster. En wij gaan iets adorables, cute, schattigs doen vandaag. Zeg maar iets waarvan je hart explodeert, want wij gaan er kitten ophalen. Woehoe! Ik denk persoonlijk niet dat jullie dit aankunnen, wat ik jullie op dit moment ga laten zien. Kijk nou! Maar ik pakte eigenlijk de camera, want wat zei jij net, Lucky? Ja, dat was zo lief. Wat? Jij dat zei dat. Als ze daar zo aankomt lopen. Ja, kijk dat snoetje. Kijk nou hoe lief. Geweldig. Kijk hem trots. Ik heb bij Bloomfield mijn jurk gevonden. Ik vind het zo erg dat ik het nog niet kan laten zien aan Luc en aan jullie. Maar hij is zo mooi. Ach, ik moest heel hard huilen. Mijn familie moest heel hard huilen. Dus ik heb wel echt dat momentje gehad van... Dit is mijn jurk, jongens. En hij brengt mij vandaag naar het vliegveld. Want ik vlieg straks naar Los Angeles met Jimmy en met Izzy. Dan aborteer ik een deel van mezelf. En dan kan ik nog van vol schieten. Ah, nou, nu moet ik ook. Ja, maar zo gaat het. Als je vol schiet, dan schiet je raak. Je zei dat zo mooi. Toen dacht ik, wauw, dat je dat op je 17e zo kan zien. Dat zijn we yoghurt. Dus nu is het niet meer de vraag, wat ga je doen? Maar je hebt zeggen, ik moet dit gewoon doen. En ik vind het heel, heel, heel erg voor Luc als hij niet mee kan, niet mee wil, niet mee kan gewoon. Maar ik moet het doen. Nee, maar daar houdt er ook zo niet van. Dat je ook zo die auto uitgaat, hè? Denk je ook voor lul aan eten? Nee, joh. Nee. Weet je hoe het komt? Dat ik een celebrity ben. Het is wel zo lekker normaal gebleven, dit keer. Doe nou echt weer. Ja. Havenbord. Hé. Weet je al dat jij een kei van een vrouw bent? Ik wil je vragen, wij gaan nog een ijsje eten en dan gaan we naar dit. Ja, ik heb het omgekocht met een ijsje voor dit filmpje. Oké. Jongens, duimpje is omhoog. Dat waren mijn favoriete momenten. Denk ik vanaf het moment dat ik ben begonnen met vloggen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie alle vlogs zoveel hebben bekeken. Dat het allemaal zo goed gaat. En dat jullie de vlogs heel erg leuk vinden. Welk moment is jullie favoriete moment uit de vlogs? En waar kijken jullie het meest naar uit in de volgende vlogs? Doei!